Toen ik op mezelf ging wonen, ging natuurlijk alles mee. Alleen mijn paspoort, dat lag wel veilig in de kluis bij mijn ouders. Ondertussen woon ik 12 jaar op mezelf. En is het echt met daar waar bij mij spulletjes liggen? Ja, daar leg ik mijn sleutels neer, daar leg ik mijn portemonnee, daar heb ik allemaal papierwerk. Weet ik gewoon dat ik nooit mijn paspoort heb meegenomen. Gaan mensen doen alsof ze hem aan mij hebben gegeven. Zij wordt gewoon fraude gepleegd met mijn paspoort. Maar dan ga ik op internet aangifte doen of vermissing of gestolen doorgeven of hè, ze willen mijn paspoort niet teruggeven. Moet je helemaal een DigiD en alles hebben? En ik heb natuurlijk een nieuw telefoonnummer. Moet ik allemaal opnieuw aanvragen? Ga wel gewoon langs het gemeentehuis. Ik neem alles op, hè. Ik ben uiteindelijk weggelopen daar al. Uiteindelijk maar weer terug. Want die vrouw die kan er natuurlijk ook niks aan doen. En het is niet dat ik gek tegen haar heb gedaan of zo, hoor. Maar gewoon 2 weken voordat je een afspraak kan doen. Ook als je alleen even een vermissing of gestolen van je paspoort wil doorgeven. Dus ik was weggelopen. Van, ik ga naar het politiebureau. Ik ga naar het politiebureau toe. Nee, je hoeft niet meer op te geven als je vermist of gestolen. Je moet gewoon een nieuwe aanvragen. Ik zeg, oké, maar ik kom er nu achter dat 12 jaar lang kan er van alles gedaan zijn dus met mijn paspoort. Nou, als er iets gedaan was met je paspoort, dan had je daar wel weet van gekregen. Ik zeg, ook als ze erfenissen stelen. En toen wist ze ook even niet wat ze moest zeggen. Ik dacht, weet je wat, ik ga terug naar het gemeentehuis. Even met dat vrouwtje daar al. En die ging me uiteindelijk toch helpen. En toen duurt het nog 10 dagen. Ik denk, weet je wat, DigiD opnieuw aanvragen gaat sneller. Uiteindelijk interesseert het me ook gewoon niet. Ik heb gewoon mijn ID-kaart, daar kan ik me mee identificeren. Ik heb gewoon mijn minimale gedaan om blijk te geven dat het gestolen is. Ik ga wel mijn DigiD weer opnieuw aanvragen. Maar als ik mijn paspoort had, dan wist ik dat echt wel. Het is gewoon een belangrijk document, dus dat zou gewoon ergens veilig liggen. En ik heb 1 slaapkamer. Een gang, een douche en 1 kamer met een keukje erin. Denk je nou echt dat ik niet mijn paspoort kan vinden? Dat ik niet zou weten waar die ligt? En met alle brainfuck wat bezig is, waarbij dat erfenissen stelen, waarbij alle brainfuck het plagiaat wat maar toegelaten wordt, is het gewoon duidelijk. Mijn ouders, voor hoever het mijn ouders zijn, hebben gewoon mijn paspoort. En als ze die niet hebben, hebben ze hem weggegeven aan een van mijn copycats. Een van mijn dubbelgangers. Dus ik ben dat ding al 12 jaar niet aan het gebruiken. Echt belachelijk weer.